Robert ten Brink bracht zaterdagavond in All You Need is Love een ode aan alle pasgeborenen en hun ouders. In deze coronatijd loopt de kraamtijd namelijk niet helemaal zoals gepland, dus dit leek hem de ideale manier om die baby's voor te stellen aan de rest van de wereld. Hij riep eerder dan ook alle mensen die net een baby hebben gekregen op om een korte video met de kleine spruit te maken. En daar werd massaal gehoor aan gegeven, dit tot ontroering van de kijkers. Niemand had verwacht dat het gebruikelijke kraambezoek opeens een raambezoek werd en dat vele vrienden en kennissen hun kleine via de Skype moesten ontmoeten. Toch is dat helaas de realiteit, maar All You Need is Love gaf er hierdoor toch nog een positieve draai aan. Eigenlijk is er maar één ding belangrijk in deze tijd, liefde is de baas, zo sloot het laatste gezinnetje hun boodschap af. RTL sluit zich hier dan ook bij aan. Oorspronkelijk zou de aflevering van gisteravond de laatste zijn, maar de zender besloot er deze week nog 4 aan vast te plakken. Vanaf volgende week is All You Need is Love 4 weken lang om 21:30 te zien. Nog niet volledig in de stemming? Wij deelden hier de enkele emotionele momenten uit vorige seizoenen.